moest een keer gebeuren. We hebben vergeten het sleuteltje van de fiets van Esther mee te nemen. Ga ik elektrische huren. Goeie oplossing, dat vind ik een hele goeie. Doe er twee. Ook eentje voor mij. NOS Journaal. Vanavond op tv, hè? Zover. De camper staat op de oprit en we mogen weer een weekendje weg. En het is een beetje bewolkt, het wordt ook een beetje regenachtig vandaag. Maar we gaan naar Dalfsen en dat heeft te maken met een collegaatje van mij die gaat trouwen. Dus we hebben vanavond een feest in Dalfsen. Ik denk, nou, dan combineren we dat weer even mooi. Dus we gaan weer lekker op pad. Rond het middaguur, iets na het middaguur zullen we daar zijn. En we maken uiteraard weer mooie opnames. Dus ga met ons mee naar Dalfsen. Nou, en daar staat de camper. Hele mooie plek. Hier bij de Ruitenborg in Dalfsen. Net nog even de eigenaresse gesproken. Hartstikke leuk mens. En ze vertelde inderdaad dat ze nog maar net begonnen zijn. Begin juli. Dus eigenlijk nog maar net 2 maanden. Maar het gaat al hartstikke goed. En al veel bezoekers gekregen, maar ik moet ook zeggen dat het ook echt wel keurig is aangelegd hoor. We gaan natuurlijk nog even verder bekijken, sowieso de hele camperplaats en ook Dalfsen gaan we nog even bekijken. Maar goed, het eerste begin is super goed. En nou, ze hebben nog steeds een boerenbedrijf wat ze runnen. Zij is ook nog eens keer, dat was ze, onderwijzeres. Maar dat heeft ze nu toch samen met de camperplaats en de boerenbedrijf heeft ze dat opgezegd. En ze vinden het gewoon hartstikke leuk. Gewoon gezellig dat er mensen op het terrein komen. En ze hebben gewoon in combinatie met de camperplaats en het boerenbedrijf gewoon een hele leuke bezigheid. En bevalt ze goed. Dus ook de complimenten inderdaad hoe ze het hebben aangelegd. Nou, waar kijken we hierop uit? We zien daar inderdaad een soort van dijkje. Daarachter ligt de Vecht. De Overijsselse Vecht. En we zitten hier ongeveer 10 kilometer fietsen van Zwolle vandaan. Dus we weten nog niet wat we morgen gaan doen. Maar we gaan zo dadelijk eerst even Dalfsen ontdekken. Dalfsen onveilig maken zelfs. Ook, ik weet niet wat je allemaal van plan bent. Maar dat gaan we dan allemaal wel op de video zien. Laat je maar verrassen. Oké, okay, nou. Ik zie dat je inderdaad alweer illegaal bloemen hebt geplukt. Ja. Nou, laat het hier niet merken. Maar het staat weer gezellig in ieder geval. Goed, fietsen van de camper af. We gaan op de fiets. Ja. Nee, we gaan op de fiets, dus ik pak ze zo ervan af en dan gaan we lekker fietsen. Nou, dat is nou toch even balen. Fietsen netjes op de camper gezet, maar ja, het moest een keer gebeuren. We hebben vergeten het sleuteltje van de fiets van Esther mee te nemen. Dus hij staat op slot en we kunnen niks mee. Mijn fiets staat niet op slot. Die heb ik thuis meestal niet op slot staan, dus die kon ik gewoon erop zetten. En die kan ik dus wel gebruiken. Dus ja, het wordt dus niet fietsen hier. Tenzij Esther, want die komt gelijk met een goede oplossing. Ik ga kijken of we in Dalfsen een fiets kunnen huren. Nou, als dat kan, is het natuurlijk het probleem snel opgelost. Maar, ik heb een fietsenzaak, daar kan je per dag fietsen huren. Nou, wat goed. Dan ga ik elektrische huren. Goeie oplossing, dat vind ik een hele goeie. Doe er twee, ook eentje voor mij. Nee, jij kan ook met de fiets mee heen. Oh, voor straf. Er is helemaal geen sprake van straf, maar ik ben er wel even zuur van. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, maar jij... Ik voel me een puber.
Ik zit bij mijn vriendje achter op de fiets. Wel mooi, het gaat elektrische fiets. Ik ga een elektrische fiets huren. Gaat niet meer waar. Ik ga nooit meer anders. Ik ben nog een beetje niet zo voor elektrische fiets, maar ik ga er wel eentje huren. Dus we gaan het zien. Nou, zal wel meevallen, toch? Ik ben nog steeds heel blij met mijn eigen fiets, hoor. Ja. Hij staat alleen nu op slot, ja. Nou. Op naar Dalfsen. Op naar Dalfsen. Daarom wil ik het niet. Ja. Ik wil ook gewoon blijven fietsen. Dus dan kan ik dat nou mooi zien uitproberen. Ja. Uitleg even over de elektrische fiets. Ja, het moment dat je... Niet vergeten mensen, bij Saland, tweewielers... Kun je gewoon een fiets huren. Omdat het fiets zwaar is. Ik ga het ervaren, maar je moet er even kijken of het mogelijk is. En de fabriek heet het. Heerlijk even wat gedronken en gezeten. En een bitterbad. Nou, dit is dus de elektrische fiets. En zie je dus happy zijn. Powervrouw. En ik gewoon ouderwets trappen, hè. Maar het komt goed. Ik wil de Dalfsen laten zien, hè? Nee, nou heel weinig eigenlijk. Maar ik denk dat we het morgen op zien. Oké. We gaan terug naar de camper. Ja. Ja, oké. Goedemorgen, dames. Kijk, er staat er even lekker eentje te poetsen. Die heeft het lekker naar zijn zin. En goedemorgen ook. Ja, best nieuwsgierig, hè? Best nieuwsgierig, ja. Koetsen kunnen hier ook naar buiten toe. En dat laten we wel op de dronebeelden zien. Dit is dus de stal voor de koeien, de koeienstal. Dat is de achterkant van het toiletgebouw. Wij gaan zo dadelijk even een stukje fietsen. En dan gaan we even de omgeving een beetje verkennen, een stukje richting Ommen. Vervolgens weer even aan de andere kant van de Vecht weer terug. En dan gaan we ook nog eventjes Zwolle bezoeken. Tenminste, dat is allemaal een beetje de bedoeling. Dus we gaan het nou, we zitten op de fiets. En we zijn net Dalfsen uitgefietst. En fietsen nu langs de Vecht. Een stukje richting Ommen. Dus nou, het is lekker weer, weinig wind. Bijna een hond onder de fiets. Maar gaat lekker zo, Esther? Op de elektrische fiets? Ja, ja, op de elektrische fiets inderdaad. Nou, maar lekker toch? Genieten, hè? Dat is belangrijk. Kijk, je kan hier kanoën. Ja, leuk, zegt ze. Voor een ander, ja, dat dacht ik al. Niet voor Esther zelf. Leuk, niet voor Esther zelf. Wij zijn bij het pontje. Tenminste, wij moeten daar naartoe. Ja, ik denk, waar moeten we heen? Maar we moeten gewoon naar beneden en dan weer. We komen daar vandaan. We moeten daar naar beneden. En dan komen we daar bij het pontje. Wat leuk, moet je hem zelf bedienen? Dat denk ik, ja. Want er zit niemand op nu. Nou, we gaan het proberen. Ja. Pontje over de Vecht. Dan zitten die mensen toch, hebben ze het pontje voor ons alleen. Oh, dat wil je weer, ja. Ja. En als je nou dit heel erg spannend vindt, dan ga je daar op de krukjes zitten. En dan ga je gewoon zitten koekeloeren hoe al die mensen dat doen. Maar dat durf ik nog wel, een pontje. Dat durf je wel, hè? Ja. Een kano niet. Een kajak niet. Nee. Oké. Nou, dan gaan we toch lekker naar beneden daar en dan gaan we naar het pontje. Nou, voordat die mensen weg zijn met die pont, niks pontje voor ons alleen. Gaan. Nee hoor, gaat u maar. We hebben de tijd. Niet te veel naar links hellen, mensen. Hij gaat een beetje kantelen.
En dan, wat gebeurt er dan, Rijk? Even op de knop daar drukken, dan komt hij echt weer terug, joh. Dat ga ik niet doen. Straks gaat hij eerst komt hij stil te worden. Kom, net bij het einde, druk op de knop, komt hij terug. Wij willen ook mee. Na. We hebben hem even gehaald met de haalknop. En dan komt hij aan. Sorry, wat moet ik nou doen? Je moet er nog een keer op drukken. Eén keer drukken als de klep sluit en nogmaals als die gesloten is. Ja? Oh ja, nee, ik snap het al niet. Nou, doet u maar. Oeh, daar gaat ie. Komt er geen boot? Geen vrachtschip? Nee, geen vaarverkeer. Nee, hier is denk ik geen vrachtverkeer. Ik denk wel. Plezier. Geen nou grote cruisen? Gisteren toen we op het terras in Delfsen waren, kwam er ook een bootje wel langs. Dus ik denk wel plezier. Hou eens even stil, moet kijken. Het is helemaal stil hier. Ja. En hoe mooi. Prachtig. Ik denk dat de klep vanzelf weer naar beneden gaat en dan kunnen we de fiets weer pakken en dan gaan we weer. Ja. Dus let's go! Boink! Geen idee hoe het heet, maar ik zet het uiteraard even onder de video. Ziet er mooi uit met die tuinen zo. Zo, nou het is lekker rustig hier, hè? Dus, draai de camera maar vast om, want we werden net gewaarschuwd al door, althans gewaarschuwd, iemand attendeerde erop dat we op moesten letten, want er komen trekkers aan. Nee toch? Dus, wegrust. We komen hier voor onze rust. Nee, is leuk. Hoort bij de omgeving. Oké, nou, laten we even kijken. Ik zie er echt tientallen, heb ik het idee. Nou. Hoeveel zijn het er? 130! Het zal er niet. Het zal niet waar weten toch? Blijf zwaaien. NOS Journaal. Vanavond op tv, hè? Oh, 130, Esther. 130. Nee? Dat lijkt me wel heel veel. Nou ja, hoi. Nou, dit gaat nog wel even door zo, denk ik. We rijden nu Zwolle in en daar is het stadion van PEC Zwolle. Aan de rechterkant zien de lichtmasten en ik denk daar links die Sala ziekenhuis. Nou, toch nog steeds hele leuke fietspaden, ook in Zwolle. Nou, in Zwolle. We staan aan het begin van de Diesenstraat. Bij een stukje stadspoort.
hier de fietsen neergezet en we gaan dus nu lekker wandelen. Ja, waar moeten we heen? Die kant op. Okay. Nou, we gaan lekker het centrum in. Daar zal ik niet zo heel veel gaan filmen, denk ik. Maar ja, leuk om toch wel weer in het centrum van Zwolle te zijn. Nou, ik vind, ja, ik ging hier altijd uit vroeger. Hier ligt nog wel... Ik ben hier vlakbij opgegroeid en ik ging vaak uit in Zwolle. En shoppen. En... Ja. Dus ik vind het heel leuk. Nou, leuk. We gaan weer lekker eventjes... misschien nog even een goede rugtas. Een kleine rugtas. Kleine rugtas. Scoren, want die moest ik inleveren op Park Circuit Zandvoort. helaas. Maar goed, het was al een oud ding. We wilden toch al een nieuwe kopen. Dus we gaan voor een goede rugtas. We hebben al eentje van Deuter. Ja, maar we willen nog eentje, maar een kleinere variant kopen, ja. Oké, let's go. We fietsen weer. Terug vanuit Zwolle naar Dallofsen. Even het hugje op. Maar het zonnetje is erbij gekomen. Yes. Hè? Hoe lekker. Heel lekker. Precies. Mooie huisjes hoor. Woonbootjes voor de deur. Of het is cynisch, maar daar loopt tussen het gras een hertje. Kijk. Kijk. Kijk aan deze kant op. Hoe leuk. Net Zwolle uit. Een hertje. En daar is Dallofsen. De molen en de kerktoren. En het restaurant, de fabriek, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Oh, die zit erachter. Maar we gaan straks nog even het blauwe bruggetje over. En dan zijn we weer in het centrum. Nou, weer op naar huis. Hè? Ja. Ja. Maar het was een leuke plek. Hele leuke plek. Camperplaats de Ruitenborg. Nou, hele aardige mensen ook. En continu komen ze voor een praatje. Of tenminste, als we bezig zijn, dan komen ze even langs. Maar nou, was leuk. Ik heb nog wat mooie dronebeelden gemaakt. Nog wat foto's vanaf de drone. Dat wilden ze ook heel graag hebben. Dus die ga ik naar ze toe sturen. Erg leuk. En ja, wij gaan weer naar huis vanuit het mooie Dallofsen. En dan gaat voorlopig de camper even in de stalling. En dan gaan we straks eind september, begin oktober, nog even 2 weekjes naar het buitenland. En waar naartoe weten we nog niet. Dat is nog een verrassing. We gaan kijken wat mooi weer wordt. Ja. He? Mooi weer inderdaad, in ieder geval om nog lekker een beetje na te kunnen zomeren. Maar ook nog mooie dingen te gaan zien. Oh, dank voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. En als je nog niet geabonneerd bent, even abonneren, dat vinden we leuk. Oké, doeg!